Hallo allemaal, de dag is hier begonnen. En vandaag wel een hele, ja, mag ik wel zeggen, moeilijke dag. Althans voor mij. Op wie ga ik stemmen? Ik zou het nog steeds niet weten. Je hebt zoveel partijen, zoveel goede bedoelingen. En goed, dan ga je afvragen van op wie moet ik stemmen en wat is goed om te stemmen. Ken jij trouwens politici al? Ja, een beetje. Ik ken Mark Rutte, Geert Wilders, Sybrand Bruma. Zo. En dat was het. Ja. Dus we hebben keuze uit 3. Voor mij wel. Oké. Okay. Nou ja, ik bedoel, dat is in ieder geval wat. Maar er zijn er wel meer, hè? Dat weet je. Ja. Dat weet je. Emiel Roemer heb je natuurlijk ook nog. Ja. Ken je Emiel Roemer? Ja. Volgens mij ken je Emiel Roemer niet, hè? Nee. En goed, de VVD, PvdA heb je. En wat heb je nog meer voor partijen? Partij van de Dieren. Oh ja. Dat heb je ook, hè? Van die vrouw, weet ik wel. En D66. D66. 50 plus. Maar die was je nog vergeten, hè? Pechtold. Oh ja, Pechtold. Ja. Piratenpartij, heb je ook nog. Ja, op wie moet ik nou stemmen, jongens? Ik vind het wat. Ga eerst even een bakje erin gooien. Even een krantje halen. Even, en dan ga ik dat alles nog eens even voorbij laten komen. Ja, jongens, ik ga stemmen. Ik heb het eigenlijk nog maar... volgens mij heb ik ik heb 3 keer in mijn leven gestemd. En dit jaar ga ik weer stemmen. En weet je waarom? Weet je waarom? Omdat je het leuk vindt. Ja, omdat ik het leuk vind. Nou, ik ga eerst de gasten even naar school brengen en dan zou ik zeggen, blijf het volgen hier in de vlog. De 2 kids zijn al richting de lagere school. En naast mij heb ik natuurlijk het oudste kind van het gezin. Die gaat ook naar school. Ja. Even snel brengen. En dan ga ik die krant lezen. Ik heb hem al hier liggen, hier in de auto. Wat prijkt er op de kop van de krant, Chris? Zal eens kijken. Want gisteren was er een debat. Clash. Ik heb het bekeken. Wat staat erop? Clash zonder vuurwerk. Clash zonder vuurwerk. Zie je een foto van Mark Rutte en Geert Wilders. Hoe zie jij het eigenlijk, jongen, dat hele verkiesgebeuren? Ja. Wat vind jij interessante partijen? Ja, meer de rechtse partijen, hè? De rechtse partijen? Ja. Ja, dat noem ik toch even factaal wat ik hier hoor. Rechtse partijen. En waar moet ik dan aan denken? Ja, lage belastingen. Liberalistisch, hè? Liberalistisch? Ja, zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Zo min mogelijk overheidsbemoeienis? Ja, ja. Nou, noem eens een paar rechtse partijen dan. Je hebt de VVD. Ja. BVV. Ja, of je kan neutraal gaan, dan kan je CDA. Neutraal? CDA? Ja. Dus de CDA, dat is gewoon een partij die gewoon voor... Ja, dat is een christelijke partij, maar ja. Maar als jij mij was, op wie zou jij dan stemmen? Ja. Piratenpartij, 50 plus, of waar ze ook op moeten stemmen? Nou ja, ik heb geen idee. Dan moet je echt zelf kiezen, daar kan ik jou niet bij helpen. Daar kan je me niet bij helpen? Nee. En noem eens een paar linkse partijen. Nou, je hebt GroenLinks natuurlijk, SP. GroenLinks, is dat Jesse Klaver? Of? Ja. Ja, Jesse Klaver. Ja. Je komt uit Roosendaal, hè? Ja, weet ik. Dat is een Brabander. Ja, dat vind ik vind ik toch wel leuk, een Brabantse gast. Maar ja, goed, dat is Emiel Roemer ook. Dat is ook een Brabander, toch? Ja. Maar volgens mij wel. Ja, ik weet het niet. Ik vind het lastig. Ik zal straks eens even zo'n test doen op de stemwijzer. Hoe noem je dat? Ja. Maar zeg eens, als je nou gekozen hebt, hè, vind je dan dat je dat voor jezelf moet houden? Of zou je dat gewoon tegen iedereen zeggen? Ja, ik denk voor jezelf, want je stemt niet voor niks in het geheim. Dus daar is dan wel een reden voor. Dus een reden voor? Ja. Dus jij zegt gewoon, je moet gewoon anoniem blijven? Ja. Het is gewoon een persoonlijk ding? Ja. Nou, ik vind dat je wel een punt hebt. Ja. Vind je het jammer dat je nog niet mag kiezen? Maar jij bent nog te jong, hè? Ja, best wel eigenlijk. Maar je weet er wel heel veel van. Ja. Daar schrik ik even van. Ja.
Ja, mensen, zo zie je maar weer. Die kleine kinderen worden groot. En voordat je het weet, krijg je les. In hoe het allemaal in elkaar steekt. Hoe rechts in elkaar steekt, links in elkaar steekt. En misschien moeten we toch voor het midden gaan. Dus je wordt ouder, papa, zeg ik er wel eens tegen mezelf. Toen ik zo oud was als jij, hè, toen was ik bezig met microfoons. En ik was bezig met optreden en dat soort dingen. Ik heb me eigenlijk op die leeftijd helemaal niet zo geïnteresseerd voor de politiek. Ja. Maar jij wel, hè? Ja, ik wel. Zie je het niet zitten om in de politiek te gaan? Nee. Dat is niks voor mij, denk ik, hoor. Nee? Nou, ik weet niet. Christian Bauer, partij. Nee. Partij voor de zangers. Ja. En wat zou je nou graag willen? Wat ik graag zou willen? Ja. Gewoon. Nou, ik zou eerst even zorgen dat alle verzorgingshuizen up-to-date zijn. A. En dat is onderwijs. Onderwijs gewoon perfect. Ook voor kinderen met rugzakjes. Nee, gratis zakjes. Nee, maar best serieus. Nou ja, muziek vind ik ook heel erg belangrijk. Ja, klopt. Ziekenhuizen moeten up-to-date. Maar dat wil iedereen, hè. Ja. Dus. En dan... weet je wat het is? Het lijkt altijd makkelijker, hè. Ja. Dan dat het is. Want je wil natuurlijk allemaal het beste voor iedereen, maar... Als er keuzes gemaakt moeten worden, dan vallen er toch ook dingen af, hè? Ja. Is eenmaal. Nou jongen, ik ga er goed over nadenken. Want ik ben nog niet geheel zeker over wat ik moet gaan stemmen. Ja. Zelf verstandige keuze maken. Ja, dat klopt. Een verstandige keuze. Maar wanneer kies je verstandig? Nou ja, als je het eens bent met de stellingen van de partij... Je zit eens bij met de stellingen van de partij. Ja, je gaat niet op een partij kiezen als je denkt van nou, die naam vind ik wel leuk. Ja, maar die piratenpartij. Ik zag van de week een foto van die dame van die piratenpartij. Heb je dat gezien? Dat heb ik niet. Nee, dan moet je maar eens even googlen. Nee hoor. En Maris is weer lekker aan het schoonmaken. Is dat geen goed idee meer is? Een partij voor de huisvrouw? Nou, als die bestond, dan zou ik er zeker op stemmen, denk ik. En wat waren de speerpunten dan? Nou, ten eerste beter onderwijs. Dat alle kinderen in Nederland gelijk onderwijs en allemaal net zo goed onderwijs krijgen. Goed punt. Ja, en dat de kinderen met de rugzakjes zoals dyslexie enzovoort meer aandacht krijgen. Want die worden nu een beetje in een... verdomhoekje gezet. Ik voel hier ijzersterke punten, mens. Ja, maar dat is toch ook zo. Je weet dat ieder kind in Nederland gewoon het allerbeste onderwijs krijgt. Hoe zit het met rekeningrijden bij jouw partij? Rekeningrijden? Ja, wordt dat doorgevoerd? Nee. Of daar beginnen ze niet aan? Nee, dat denk ik niet. Nou, ik heb het idee dat ik ga stemmen op die partij. Maar even... Belasting ook niet. Het moet ook weer minimaal naar beneden. Ook super. En de verzorgingshuizen, ja, die moeten gewoon pyjama dagen en dat soort dingen, dat moeten er gewoon niet meer zijn natuurlijk. Hè. Dat kan gewoon niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. En ik vind ook dat de mensen in de zorg gewoon veel meer loon moeten krijgen. Maris, sta je ook bij de te kiezen partij? Nee. Nee, nog niet. Nog niet? Maar ik volgend wel. Jaar. Over 4 jaar doe ik mee, ja? Ja, nou, ik sta hier gewoon weer verbouwereerd. Je hoeft niet verbouwereerd over te zijn. Ik ga eens even... kijken hoe dat het... En stemmen, ik weet het nog niet. Met de kieswijzer is. Ik denk dat ik helemaal niet ga stemmen. Je gaat helemaal niet stemmen. En dat is nou precies het domste wat je kan doen. Hoezo? Nou, als je nou je stem niet uitbrengt... Ja. Dan, ja, dat is toch helemaal niet goed? Hoezo niet? Je kan toch beter kiezen, dan kies je voor iets. Ja, het helpt toch niet. Hoezo het helpt toch niet? Ze beloven me koeien, maar gaan horen, ze hebben niks. Ja, er is altijd wel iets wat je aanspreekt, toch? Ja. Nou, ja. ik hoor ze allemaal al 4 jaar lang hetzelfde draadje ophangen, dus... Ja, jongens. Maris heeft een uitgesproken mening. Dus Maris is een niet-stemmer. Je bent ook geen zwevende, ik ben een zwevende kiezer.
Want ik weet nog niet wat ik ga kiezen, maar jij stemt helemaal niet. Ja, ik wil wel stemmen, maar ik zou niet weten waarop. Het is allemaal niet goed. Hier, ga dat eens even proberen bij de kieswijzer. Kieswijzer? Dan kun je gewoon op internet kun je gaan kijken welke partijen er voor jou in aanmerking komen. Als ik je nu zo hoor, denk ik aan 50 plus. Ja, 50 plus, ja. Weet je, wij worden ook ouder. Onze toekomst moet toch ook... Ja. Toch? Het kan toch niet waar zijn dat dadelijk onze kinderen voor ons moeten gaan zorgen. Want dan komen ze niet goed, denk ik. Nee, je hebt een punt. Maar ik vind de Partij van de Huisvrouwen, ik vind het een goed idee. Ik ga er over 4 jaar over beginnen. Ik ga eens even kijken naar de kieswijzer. Of ik daar wat wijzer van word. Stemwijzer Tweede Kamer 2017. Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. We drukken op de startknop. Er moet een bindend referendum komen waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden. Eens. Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Ze kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. Ja, dat is natuurlijk wel een hele moeilijke. Hey Mariska. Ja? Het zijn er niet van die makkelijke vragen. Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Ja. Zij kunnen dan dienen in het leger, ja, bij de politie of in de zorg. Ja. Waarom zou je daar voor kiezen? Nou, dat is goed voor ze. Dat is goed voor ze? Ja, dat is goed voor de jongelui vertegenwoordig. Lekker het leger in. Oké, omdat jij het zegt ben ik het eens. De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden. Nee. Verboden moet worden. Oh. Nee, niet eens, oneens. Oneens. De vervloekte vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moeten stoppen. Zou moeten hun straf helemaal uitzitten. Jazeker. Ja. Wie doet die? Hey, ik ben hier toch bezig, of niet? Ja, dan ik help je even. Nee, je hoeft niet te helpen. Het is, moet de inkomengroep mijn... moet meer belasting gaan betalen. Nee, ook niet. Het moet mijn keuze zijn, hè? Ja, maar we doen het samen. Jongen. 2 jaar. Ja, dat vind ik ook. Mensen moeten toch aan het werk blijven, joh. Je moet er niet 2 jaar in onzekerheid zitten. Maris, ik denk dat het beter is dat je... Nee, niet... Ja. De oude deze. De oude? Ja, zeker. Ja. 65 jaar. Mensen hebben toch lang hard genoeg gewerkt. Hé, maar het is mijn test. Ja, nee, maar ik doe even mee. Dan ben ik alvast klaar. Nee, maar het moet mijn test zijn. Doe jij straks maar... Ja, wat wil jij hier dan? Wil je tot je 80ste door blijven werken? Nee, ik ben het hiermee eens. De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden. Ja, nou dan... Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel. Eens. Ja. Leenstelsel voor studenten moeten we af... Ja. Moet weer terugkomen. Dat vind ik ook. Ja. Ieder kind moet toch recht hebben op... Ieder kind heeft recht op goede scholing. Ja. Moet meer geld voor kunst en cultuur, Ja. Dat hebben we ook. Hey, ga lekker even lekker je ding doen. En doe ik even op mijn gemak hier die test hier. En dat doe jij hem straks ook maar even alleen. Eigenlijk moet ik hem helemaal opnieuw gaan doen nu. Dus jij bent... Want dat zijn al je antwoorden. Dus jij bent niet overal mee eens als wat ik doe? Ik ben het in grote lijnen met je eens. Ja, kijk. En daar gaan we dus, alle mensen. Kiezen is gewoon iets heel serieus. Ik zou zeggen... Allemaal veel succes met kiezen. Ga zeker wel kiezen. Want dat vind ik wel belangrijk, denk ik. Voor iedereen. Of Maris gaat kiezen is nog niet geheel zeker. Net zei ze nog van ik ga niet kiezen, maar nu ik je nou net heb gehoord, denk ik toch dat jij moet gaan kiezen. Want dat zal, test even afmaken. Nou, dat zal zeker een partij zijn. Nou, in ieder geval, ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar de vlog. En zoals ik altijd zeg, tot ziens allemaal en kies verstandig. Zoals Christian zegt, kies op de partij met wie jouw standpunten overeenkomen. Dan kies je altijd goed. Groetjes, houdoe. Ik heb mijn pak heb ik aangedaan. Giletje, overhemdje. Ik ben er helemaal klaar voor. Mijn geluidsetje heb ik aan. Oortjes heb ik hier. Dus het kan zo gaan gebeuren wat mij betreft. Dus even benieuwd wie er nou binnenkomt. Binnen, hallo.